Nou, we staan hier naast meneer Neep van het AOV. Ja. Hallo. Ja. Goeiedag. Wat is uw algemene visie over de begroting op dit moment? Ik kan in grote lijnen met de begroting meegaan. Er zitten alleen nog heel veel vraagpunten in. Vraagpunten die zometeen door het college ingevuld moeten worden met voorstellen die aan de raad voorgelegd worden. Het is een redelijk zware begroting. We geven redelijk veel geld uit aan doelen die we nu van, zeg maar, van voor naar voren haalt, neem de groen bijvoorbeeld. Dat is toch een behoorlijk project waar totaal toch enkele behoorlijke miljoenen in gaan zitten. Maar dat is ook hard nodig, want het is natuurlijk jarenlang is het een beetje versloft. En als je dat gewoon door de keper gaat nemen wat er dan blijft, ja, dan moet je dat een keer uitgeven. Ja, maar als je daar uitgeeft, kun je dat aan de andere kant niet uitgeven. Dus het is toch goed oppassen. Ja, maar AOV vindt duurzaamheid is ook een belangrijk speerpunt in het programma. Ja, natuurlijk. Alleen je moet even oppassen aan welke projecten je doet. En welke projecten duurzaam genoemd worden, zijn niet altijd duurzaam. Dus je moet ook goed onderscheid maken. Bijvoorbeeld als je nou het project neemt voor de aardgasvrij. Dat duurzaam, daar kun je niks over zeggen. Maar we hebben natuurlijk in permanent al 75%. Dus we moeten nog maar 25% doen. Dus is de vraag of je dat niet in fases moet gaan doen. Dan krijgen we natuurlijk voor je groeikern krijgen we natuurlijk wel een subsidie. Maar daar kun je mee leren hoe je zo meteen de rest van permanent moet gaan doen. Maar bent u van mening dat het in fases moet? Of vindt u dat het echt in één keer aardgasvrij moet? Moet je fases doen. Je weet namelijk niet wat je voor de subsidie loskrijgt met het Rijk. Het Rijk roept al jaren, we willen dit en we willen dat. Maar ze vergeten al jaren ergens geld bij te stoppen. En de inwoners van Purmerend kunnen dat gewoon niet financieren. Moet je ook niet op de schouders leggen van de Purmerenders. Die kunnen dat gewoon niet. Ook al zou je het willen, zijn er nog zoveel dingen die op het wenslijstje staan om in te vullen. Daar kunnen we ook het geld aan andere manieren besteden. Ja, en een ander belangrijk punt dat u ook al net al noemde was de huisvesting van ouderen. Hoe willen jullie dat eigenlijk aanpakken? Nou, ik vind ouderen, ik moet niet vergeten, op dit moment worden de ouderen die worden in feite thuis, die moeten heel lang thuis blijven. Ja. Het grote probleem is daarbij, als iemand 40, 50 jaar getrouwd is en een van de twee wordt ziek, dan worden ze opgenomen in het verpleeghuis. Maar wat gebeurt er dan met diegene die thuis blijft? Ja, die raakt onmiddellijk in verval of in eenzaamheid. Dus wat wij graag willen is de oude verzorgingshuizen ombouwen naar een stuk wel het verpleeghuis, maar daarbij ook grote afdelingen maken waar een echtpaar ook in kan. Zodat je in feite een grotere project maakt, 40, 50 vierkante meter, waardoor het hele eigenlijk Parma huis naar huis kan. Okay. En dan krijg je natuurlijk ook dat die mensen daar kunnen huizen. Valt moeder of vader uit, die gaat naar de verpleegafdeling, maar vader of moeder kan dan intern gewoon even communiceren en kan dan altijd, is eigenlijk altijd bij zijn vrouw of de man